U staat hier voor een lange rij en aan de andere kant van de markt, daar werden ze ook uitgedeeld. De gratis perenbomen, hoe komt u op dit idee om deze actie te doen hier? Wij zijn afgelopen week benaderd door medewerkers van het landgoed Rorik naast de bazaar met de vraag of wij als uitdeellocatie wilden fungeren voor een groot aantal perenbomen wat beschikbaar is gekomen. En daar hebben we uiteraard ja tegen gezegd. En wat had er anders met de boompjes gebeurd? Die waren waarschijnlijk vernietigd geworden. Om dat te voorkomen, om daar een beetje aan bij te dragen, hebben wij gezegd, natuurlijk willen wij dan als locatie fungeren voor het uitdelen. We hebben twee plekken op de bazaar. En het animo is groot. We zijn een beetje verrast door de hoeveelheid mensen die al zo vroeg in de ochtend hier de bomen komen ophalen. Ja, want hoeveel hebben jullie er aangeleverd gekregen vandaag? We hebben er vandaag 4000 aangeleverd gekregen. En die zijn al zo goed als op. Dus we gaan met het landgoed Rorik in gesprek om te kijken of we volgende week nog een keer en wellicht een groter aantal bomen beschikbaar kunnen krijgen. Ja, het is gratis, dus dan komen er een hoop op af. Dat scheelt altijd. Ja. De boompjes die zouden anders waarschijnlijk vernietigd worden. Hè? Maar om wat voor reden? Ja, ik heb begrepen dat de kweker ze in de periode waarin ze geplant moeten worden niet allemaal kwijt kan. En dan gaat het echt over tienduizenden bomen. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt ze vernietigen, maar de kweker heeft gezegd, zonde, gaan we niet doen. We zetten ze ter beschikbaar aan degene die ze willen hebben en kunnen gebruiken. Ja, en iedereen, het is een gretige aftrek hier. Dus het is, we hebben geen gebrek aan belangstelling vandaag op dit vroege uur, dat klopt. Want jullie zijn vanmorgen om 9 uur begonnen, heb ik begrepen? Ja, om 8:15 zijn de bomen aangeleverd. Toen stonden de mensen al klaar, de eerste mensen, om de bomen op te halen. Dus toen zijn we direct gestart met uitdelen. En u ziet het, de laatste bomen worden nu uitgegeven. U staat hier ook in de rij voor een gratis boompje? Ja, zeker. En van de kweker, dus een hele goede soort ook. De ras is heel goed, dus we gaan hem lekker planten straks in mijn boom. Hartstikke fijn van de kweker, echt. Ook in de rij voor het gratis boompje. Komt u hier vandaan? Nee, ik kom uit Alkmaar. Dat is een eentje weg. Nou ja, daar in de buurt was deze actie niet. Dus dan rij je even hierheen. Ja. Eén of twee? Twee, ja. Ik zie dat u goed voorbereid bent. Ja, hartstikke goed. U gaat er ook twee halen? Ja, we gaan er twee halen. We zijn met z'n vieren, dus dat wordt een mooie indeling van de tuin, toch? U komt hier vandaan? Heemskerk. Kijk. Boompjes ophalen voor het tiny house terrein, hè? Dus, Meen je? Ja. Oh, maar dat is leuk. Ja. Dat is echt leuk. Tuin opkrimpen. Ja. Mariska, we staan hier in jouw tiny house. Ja. En met een reden natuurlijk, want we zijn vanmorgen gestart op de Zwarte Markt, op de bazaar. Wat voor reden had je daar om heen te gaan? Nou, wij willen graag het terrein zo leuk mogelijk aankleden met planten, struiken, bomen en noem het maar op. Toen wij hoorden dat er perenbomen te halen waren, toen waren we er natuurlijk als de kip bij. Dus mijn buurvrouw heeft de bakfiets gepakt en toen hebben we een zootje perenbomen meegenomen. In de hoop dat ze volgend jaar misschien al wat gaan doen. Ja, het ziet er al heel fleurig uit bij jullie. Het is een ontzettend leuk terrein. En wat ik ook begreep is dat eigenlijk al het groen wat er staat is allemaal gratis, hè? Dat klopt. Ja, we hebben heel veel oproepjes geplaatst of mensen nog struiken voor ons hadden. En die hebben we dan bij die mensen thuis uit hun tuin gespit. Dat was wel allemaal pre-corona, want het afgelopen jaar natuurlijk was het een beetje stil. Maar alles wat hier op het terrein staat, behalve de appelbomen, is gratis, ja. Jullie zijn helemaal zelf-supported hier. Dat je zegt van geen nutsvoorzieningen. We zijn niet aangesloten op nutsvoorzieningen, nee. We hebben zonnepanelen voor onze stroomvoorziening met accu's waar de stroom in wordt opgeslagen. Daar kunnen we dan een aantal dagen mee voort. En regenwatertank voor de watervoorziening. Ja. Dat wordt dan gefilterd. En we hebben wel gasflessen. Ik kook op gas bijvoorbeeld. En een helofietenfilter, dat is dan de riolering voor ons. Ja. En het bevalt? En het bevalt ontzettend goed. Ik zie mezelf niet zo gauw weer in een ander soort huis wonen, nee. En Nicole, hoe bevalt het jou hier? Ja, super. Heerlijk wonen. Ja. Het is wel heel apart, hè? Het is anders. Het is niet in een rijtjeshuis waar je 10 minuten kan douchen en... je kachel constant maar aan laten staan en zo. Je moet meer nadenken over dingen. Maar ja, dat is een kwestie van wennen en dan gaat het goed. En nu, dat zeg ik, we kwamen voor de perenbomen en we eindigen in een tiny house. Ik heb een Facebookblog, Mariska's Tiny Dream heet het.
En ja, daar probeer ik te schrijven over mijn leefstijl, hoe het hier is. En af en toe zet ik er iets op als we wat hebben gedaan in de tuin of nou ja, dat soort dingen. En ik krijg steeds wel wat meer volgers, maar dat mogen er best nog wel wat meer worden. Dus Mariska's Tiny Dream heet het.